De titel van mijn preek is vandaag De Rode Loper. En waarom De Rode Loper? Daar kom ik op het einde van mijn preek natuurlijk op terug. Maar deze rode loper die symboliseert iets. Een rode loper laat voor mij zien dat er een weg is. Letterlijk een weg naar God toe. En die loper is niet voor niks rood. Die is rood gekleurd door het bloed van Jezus, wat voor jou en voor mij gevloeid heeft. Die heb ik gemist al die tijd, Caroline. Halleluja. Halleluja wordt hier geroepen. Heerlijk. Weet je, het bloed van Jezus wat gevloeid heeft. En we zijn op weg naar Pasen. Vandaag over 2 weken vieren we, is het Paaszondag, vieren we het Paasfeest. En hoe mooi is het dan om te weten dat er een weg is waarop je als mens mag gaan. Waarop je mag lopen op weg naar God toe. Een weg die niet van asfalt is gemaakt, die niet een kiezelweg is, waar geen graszoden liggen. Het is een weg die gebaand is door het bloed van Jezus. Een weg die jij mag gaan vanwege het bloed van Jezus. En als je dat dan, en dat was in het tweede lied, en dit zijn geen toevalstreffers, mensen. Dit is omdat wij in de geest samen verbonden zijn. Sluiten die liederen ook zo perfect aan op woorden die je hebt voorbereid. Het tweede lied, daar ging het over I am a child of God. Ik had er wat emotie ook bij, maar ik ben een koningskind. Wij zijn koningskinderen. En daarom ook het symbool van die rode lopen. Als je officiële plechtigheden ziet met het koningshuis en dergelijke, liggen ook vaak rode lopers. Nou, wij zijn uitgenodigd om over die rode loper te gaan. U en ik als kind van God. Als prins, als prinses van het Allerhoogste en het enige koninkrijk in de hemel. En ik moet je toegeven, ik ervaar dat niet altijd zo. Ik voel me niet altijd een prins. En ik neem aan dat jullie je ook niet altijd prinsen en prinsessen voelen. Wie voelt zich altijd een prins en een prinses? Gelukkig, hoef ik niet in gesprek te gaan straks. Nee, maar je voelt je niet altijd een prins of een prinses. Er zijn van die momenten dat je het even echt niet ziet. Maar man, wat zijn wij gezegend op deze wereld, in deze weken, op deze momenten. Als ik op dinsdag, woensdag en donderdag inschakel en ik kijk naar Jan-Peter of ik kijk naar Rob en Minja, of ik ben zelf bezig met jullie toespreken, met iets delen, met iets ontvangen, met bidden. Ja, maar dan voel ik mij een prins. Dan voel ik me echt ontzettend geliefd door God, maar ook door de mensen die ik op dat moment online zie en die we aan het dienen zijn en die elkaar aan het dienen zijn. Dat zijn voor mij momenten waarop het koninkrijk van God, waarop ik mij prins voel. Letterlijk prins voel. En ik zie de tekenen en wonderen waar we elke week voor mogen bidden. Maar er zijn echt gebedsverhoringen. Dat we de ene dag bidden voor iets bij iemand op het werk of in een situatie. En dat we de dag daarna of een paar dagen daarna gewoon teruglezen en horen van, weet je, het gebed is verhoord. De situatie is opgelost. Het probleem is weg. Hoe dan ook. En sommige gebeden zijn nog niet verhoord. Maar dan wil ik je blijven uitdagen en uitnodigen ook. Van geef de moed niet op. Ergens kom je op een punt, op het diepste punt, waarop God zegt, en nu is het goed geweest, nou kom ik jou helpen. Nou zal ik er voor jou zijn. En bij dat gebed en bij dat koningskind zijn hoort dan voor mij dat beeld van die rode loper. Op weg naar Pasen. Het moment waarop Jezus zich gaf. Het moment waarop letterlijk zijn bloed vloeide. En wij zijn nu op weg naar Pasen. Maar Jezus was zo'n 2000 jaar, dik 2000 jaar geleden, ook gewoon op weg naar Pasen. En ik wil met jullie het verhaal delen vanuit Johannes 11. En dan die eerste 44 verzen, die gaan over Lazarus. En de opstanding van Lazarus. Dat Lazarus weer uit de dood opgewekt werd. En ik ga die 44 verzen niet met jullie lezen, het is veel te saai. Ik probeer het een beetje samen te vatten als een soort verhaal. Het verhaal van Lazarus laat me zien, een verhaal waar alles in zit. Hoop, je verdriet, een anticlimax, dat je echt denkt, wat gebeurt hier? En op het einde natuurlijk een enorme climax en een enorm wonder. Lazarus, de broer van Maria en Martha, was ziek. Hij was heel ziek. En iemand werd gestuurd naar Jezus toe om dat te gaan vertellen. En Jezus reageert op dat moment niet zoals wij dat natuurlijk
hadden gehoopt of verwacht. Weet je, ik ben ook een man en dan moet ik me steeds meer afleren. Als er een situatie is, dan laat ik vaak dingen vallen. Ren ik naar die situatie toe en ga ik dingen oplossen. En dat hadden ze nu wellicht ook van Jezus verwacht. Jezus kreeg te horen dat Lazarus ziek was, heel erg ziek. En hij zei, chill. Hij zei eigenlijk, chill, komt goed. Maak je niet druk, komt goed. Maar hij deed niks. Terwijl we verwachten misschien dat hij er meteen naartoe zou gaan en Lazarus zou gaan genezen. Hij stapte niet gelijk in zijn auto en scheurde er naartoe. Dingen die wij vaak doen om situaties te gaan oplossen. Jezus schoot niet gelijk in de actiestand. Maar wat hij wel deed, was bemoedigen. Hij zei, hou vol, het komt goed. En na 2 dagen, en er staat helemaal niet in de Bijbel wat er in die 2 dagen gebeurde, zegt hij ineens tegen zijn leerlingen, kom maar, we gaan die kant op. We gaan richting Lazarus. En dan staat er nog wat discussie. Zouden we dat wel doen? Want de vorige keer toen je daar was, nou, waren ze ook niet zo kapot van dat je er was, Jezus. Zou je nou wel teruggaan? Maar Jezus zegt, kom, we moeten gaan. En dan zegt hij ook, want Lazarus is al gestorven. En dan zou je kunnen denken, ja, wat ga je dan nog doen? Wat ga je dan nog doen? Lazarus was al gestorven. En onderweg, ze waren er bijna, worden ze tegemoet gesneld door Martha. En Martha gooit zich voor Jezus voeten neer en zegt, het is al te laat, hij ligt al 4 dagen in zijn graf. En toen, enige tijd later, kwam ook Maria met hetzelfde verhaal. Gooide zich aan zijn voeten, ontroerde Jezus, vind ik ook zo mooi, het ontroerde Jezus. En ze zei, ach Heer, als u er was geweest, was het wellicht niet gebeurd. Maar nu is het gebeurd, Lazarus is dood. En Jezus blijft me aangeven, maar geloof je in mij? Geloof je in de opstanding en het leven? Geloof je in leven na de dood? Geloof je dat ik de dood kan overwinnen? Het komt goed. En Jezus komt aan bij het graf waar Lazarus ligt. En dan staat er hier in de Bijbel en het raakt me elke keer weer. Jezus huilde. Kun je dat voorstellen? Een Jezus die huilt? Ik moet daar altijd even over nadenken. Een Jezus die huilt. Jezus is voor mij dit. De persoon die alles kan oplossen. Die grote kracht. Hij die geen angst en twijfel kent. Hij die maar zo hoeft te doen en het is opgelost. En dan staat er hier, Jezus raakte ontroerd door al het verdriet wat hij zag. En Jezus huilde. Jezus huilde. En na die climax, dat Jezus niet gelijk ging, anticlimax, zegt hij nu, rol die steel aan de kant. En hij schreeuwt letterlijk, hij roept het graf in. Hij zegt, Lazarus, sta op en kom naar buiten. En Lazarus komt naar buiten. Onderweg naar Pasen, daar gaat het over, deze preek. En dit gebeurde dus op weg naar het paasfeest toe. Het moment waarop Jezus allang wist wat ging gebeuren. Het moment waarop hij aan het kruis ging gaan. Dus in die laatste dagen, voor het grote lijden voor Jezus aan zou breken, zo'n groot wonder. En de mensen die daarbij stonden, of de vragen die dit oproept, van wat moet ik met dit verhaal? Wie is die Jezus nu eigenlijk? Wat betekent dat toch, dat kruis? Wat gebeurde daar nou echt? Hoe doe je dat dan? Een dode opwekken. En de mensen die eromheen staan, die zien het gebeuren. En die beginnen natuurlijk enorm onder de indruk te raken van wat ze hebben gezien. En ze beginnen nog meer te geloven in Jezus. En dan ontstaat er paniek. Paniek bij het Sanhedrin, noemen ze dat in heel mooie woorden. Paniek bij de fariseërs en de geestelijke leiders van dat moment. En dat stukje wil ik graag met jullie lezen in Johannes 11, vanaf vers 45. Ik lees het vanuit mijn eigen Bijbel. Veel van de Joden die naar Maria toegekomen waren, gingen in Jezus geloven. Want ze hadden gezien wat Jezus met Lazarus gedaan had. En sommigen van hen vertelden het aan de fariseeën. En toen riepen de priesters en de fariseeën de Joodse leiders bij elkaar. En ze zeiden, we moeten iets doen, want deze man blijft maar wonderen doen. Als we hem niet tegenhouden, zal iedereen in hem gaan geloven. En dat zullen de Romeinen nooit toelaten. Dan zullen ze onze tempel verwoesten en ons volk vernietigen. Caiaphas was dat jaar hoge priester, Caiaphas. En hij zei tegen de andere leiders, jullie begrijpen er helemaal niets van. Bedenk toch wat voor jullie het beste is. Het is beter dat één mens sterft voor het volk
dan dat het hele volk vernietigd wordt. En die woorden van Caiaphas kwamen niet van hemzelf. God liet de hoge priester spreken als een profeet. Want zo voorspelde Caiaphas dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het Joodse volk, maar voor al Gods kinderen op de hele wereld. Want door de dood van Jezus zouden ze samen één volk worden. En vanaf die dag maakten de leiders plannen om Jezus te doden. Wat moet het Sanhedrin? Die leiders in die tijd stelden zich dezelfde vragen als de vragen waarmee jij misschien ook worstelt. De vragen waarmee jij misschien vandaag zit te kijken. De vragen die je misschien hebt meegenomen naar deze dienst, naar deze ochtend. Wat moet ik nu eigenlijk met die Jezus? Wat moet ik daarmee? Wat moeten we met Jezus? Het dilemma was aan de ene kant, Jezus was populair bij mensen. Hij deed de mooiste dingen. Hij liet wonderen, hij deed wonderen. Hij liet mensen lopen die nog nooit gelopen. Hij liet mensen weer zien die blind waren. Mensen konden weer horen die doof waren geweest. En zelfs mensen die dood waren, werden opgewekt. Hij deed geweldige dingen. En dat was de directe aanleiding voor de leiders om bij elkaar te komen. Want ik zou denken, wie wil dit nou niet? Wie zou dit nou niet willen? Zo'n man in zijn omgeving, zo'n man die dit soort dingen kan doen dicht bij hem. Ik zou dat best wel willen. Zelfs de dood kunnen overwinnen. Er zijn best wel mensen die ik zou willen opwekken. Waar ik nog eens graag mee zou willen praten. Maar deze raad van fariseeërs en leidende priesters zegt... Jeetje, straks gaan ze hem nog koning maken in Jeruzalem. Dan gaan al die mensen hier in hem geloven. En wij dan? Dan zijn wij onze macht kwijt. Sterker nog, de Romeinen zullen dat niet toelaten. Ze zullen onze tempel verwoesten. En ja, daar hebben we toch niks aan. Daar hebben we niks aan. Het zal allemaal wel dat die Jezus mooie dingen doet, maar we willen rust in de tent. Dat is wat ze zeiden. We willen rust in de tent. En Caiaphas heeft de oplossing. Weet je, laten we dan, als wij dit allemaal zo willen, daar een offer brengen. Jezus aan de kant schuiven. En dan hebben wij rust in de tent. Het is beter dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Dat is politiek, mensen. Dat is echt een stukje politiek realisme. Mooi al die wonderen, mooi al die doden wat worden opgewekt. Maar het wordt hun te warm onder de voeten. Je hoort Caiaphas het zelfs uitleggen van... ja, soms moet je iets opofferen om bij andere dingen te winnen. En je zou het niet van Caiaphas verwachten, denk ik. Als hoge priester zou hij toch degene moeten zijn die weet wat Gods bedoeling is. Die weet wat Gods plan was. Maar hij geeft hier aan, ja, laten we maar één man offeren om het hele volk te redden. En hij wist nog niet hoe waar was wat hij sprak. Hoe waar het was wat hij sprak. Hij profeteerde. Hij zegt niet letterlijk, en Paulus schrijft het hierop, die zegt niet letterlijk, God had Caiaphas deze woorden zo ingegeven. Maar ik denk dat we het zo kunnen zien dat God deze politieke uitspraak overneemt, dit kwade overneemt en volledig ten goede keert. God neemt het kwade in dienst om tot zijn doel te komen. God heeft ook in het kwade en door het kwade heen hier altijd weer de regie. Dat laat God ons hier zien. Door zelfs Caiaphas die denkt, ik heb de oplossing. We schuiven één man aan de kant en daarmee hebben we ons allemaal vrijgepleit en vrijgespeeld. God neemt deze kwade zin, deze kwade bedoeling en draait het om tot de oplossing. En we leven volgens velen in een absolute tijd van het kwaad. De pandemie die rondwaart, de ongelijkheid, op rasniveau is er van alles aan de hand. Maar ook op armoedeniveau is er van alles aan de hand. We leven in een tijd waarin het kwaad lijkt de dienst uit te maken in sommige gebieden. Ik verwacht, zoals ik heb uitgesproken, omdat ik vertrouw dat God toen, nu en in de toekomst dezelfde is, dat ook God deze verschijnselen van het kwaad ten goede zal laten keren. Amen, dank u wel. Dat is, en nu misschien nog wel meer dan ooit, mijn geloof. En dat is waar ik mijn rust uithaal en waar ik mijn geloof op bouw, is dat ik weet vanuit dit soort verhalen, waarvan er meerdere in de Bijbel staan, dat God alle situaties ten goede keert.
We staan in het begin van iets nieuws. Vorige week, Bert de Hoop deelde het ook met ons. Bert zei, een aantal dingen zijn mij bijgebleven. En ik hoop dat ze me nog lang in mijn hoofd blijven. We staan aan het begin hier van iets moois, iets nieuws. Een nieuwe opwekking of een nieuw seizoen. Hij zei, wees voorbereid. Ga niet stilzitten, maar zorg dat je voorbereid bent. Op het moment dat God een beroep gaat doen op jou. Dat er mensen zijn die een beroep doen op jou. Dat je in een gesprek raakt, dat je weet wat je moet doen. Dat je weet wat je moet zeggen. Wees voorbereid. En de mooiste zin vond ik, leef in verwachting en niet in afwachting. Ik vond dit een hele mooie zin. En net als die tijd toen, overzien wij niet het hele plaatje. Doen we ook nu niet. Maar weet dan dat God, en je zag het in het filmpje ook net heel mooi, God overziet wel dat hele plaatje. En God weet wat wij op dit moment nodig hebben. Dus dit is een goddelijk plan. Net als toen, het wonder, de opwekking van de dood van Lazarus, naar Pasen toe, naar de kruisiging toe, allemaal onderdeel van Gods plan. Terwijl de mensen die erbij stonden dachten, ja, dit was het dan, het sprookje. Het sprookje is uit, het sprookje is afgelopen. Jezus wordt veroordeeld, Jezus hangt aan het kruis. En ze dachten, dit was het dan. Maar net op die momenten is het wonder van Jezus dichterbij dan ooit. Maar waarom moet dit zo? Waarom gaat God altijd of vaak deze weg? En de reden daarvoor is volgens mij de volgende. Het gaat ten diepste in de Bijbel niet over de zonde en dat die jou verteld wordt dat jij zondig bent. En dat beeld hebben we vaak. Als ik met mensen spreek en ik vertel erin dat ik Gods wil doe, dat ik geloof, dat ik naar de kerk ga. Een van de eerste dingen die ze steeds tegen me zeggen, nou, saai hoor, want dan mag je dit niet en dan mag je dat niet en dan doe je dit en God straft en zonde en dat soort zaken. Maar daar gaat het in de Bijbel niet over. Tuurlijk gaat het in de Bijbel over zonde. Maar de Bijbel stelt die diagnose. Ja, er is zonde. En die zonde zal er ook altijd zijn. En het gaat niet buiten jou om. Het zit ook in jou. En dat klopt toch ook? Moet ik gewoon eerlijk zijn. Er zit nog altijd, ik ben nog niet bij God. Ik ben nog niet perfect. Er is nog altijd iets van zondig in mij en mij aanwezig. Maar de Bijbel wil je daarmee niet neersabelen, niet afrekenen. De boodschap van de God in de Bijbel is, joh, weet je wel dat dit leven met al die ellende, met al die sores, met al die pijn, met al die ziekte, met die tekortkomingen, met uiteindelijk de dood tot gevolg, weet je wel dat dat niet het laatste woord is, maar dat ik het laatste woord heb. En weet je wel dat er een nieuwe wereld is waar je dan in terecht kan komen, waar iedereen terecht in komt die gelooft. En daar kun jij bij horen. Jij vandaag, nu, op dit moment kun je die keuze maken. En kun je beginnen dat ondanks je omstandigheden, ondanks je ziekte, je tekortkoming, je pijn, je verdriet en alles, kun je vanaf nu verheugen in dat moment dat je weet, ooit heeft dit een einde en zal ik bij Jezus zijn, zal ik bij God zijn. En dan kan niks mij meer treffen en dan ben ik daar en dan loop ik op die gouden straten waar geen pijn is, geen verdriet is, geen rouw, geen zonde, waar het heerlijk is en waar ik ten alle tijden mag zijn wie ik ben. Jezus en God aanbiddend, tot in de eeuwigheid. Amen. Dat is wat de Bijbel doet. De Bijbel wijst wel naar de zonde, stelt de diagnose, maar geeft jou ook de oplossing, de hoop en de weg, de rode loper. En dit is een voorproefje. Jezus geeft de mensen daar en toen een voorproefje. De mensen zien Lazarus daar tot leven komen en komen tot geloof en zeggen, ja, dit is God, dit is Jezus. En in die context spreekt Jezus ook de beroemde zin uit in Johannes 11, vers 25. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. Ik ben de opstanding. Als je die woorden tot jezelf even kan laten doordringen. Jezus staat inderdaad zelf met Pasen op. En daarmee overwint hij op eigen kracht de dood. Maar ik denk dat Jezus met de woorden, ik ben de opstanding, ook iets heel anders bedoelt. En namelijk het volgende. Hij bedoelt daarmee ook dat jij zult opstaan. Hij zegt daarmee, ik ben jouw opstanding. Als jij in mij gelooft, mag je er zeker van zijn dat de dood niet het einde is.
dat alle ellende en wat er in je leven ook speelt, heeft niet het laatste woord. Nee, ik, zegt Jezus, heb het laatste woord. Want ik ben jouw opstanding en ik ben jouw eeuwige leven. God heeft al die ellende gezien. God heeft ook jouw ellende gezien, ziet ook jouw ellende. En denkt, hier moet een einde aan komen. En bedenkt een fantastisch plan. Het fantastische plan van Jezus op weg naar Pasen. Het fantastische plan. Ja, het klinkt misschien heel raar als je dit voor de eerste keer hoort, maar wat is het goed dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan? Wat is dat goed geweest? Op dat moment als je erbij stond, je kan het niet begrepen hebben. Maar wat is het goed geweest dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan? En daarmee de weg bereiden, zoals we hier zagen, het voorhangsel in het filmpje net spleet, zodat wij weer toegang hebben rechtstreeks tot de Vader. En Lazarus, een voorproefje ervan, opgestaan. Hij is later weer gestorven en in zijn tweede opstanding, is hij voor nooit, daarna zal hij nooit meer sterven, is hij voor altijd bij Jezus. Maar is dit nu niet allemaal fictie? Kan je dit wel geloven? Is het wel zo? Als ik met mensen spreek, ik had van de week een ontzettend mooie ontmoeting met een vrouw. En we kwamen natuurlijk, het ging over mijn werk. En we werken vanuit christelijke principes in het credohuis. En die mevrouw zei tegen mij, ja maar, ja christelijk weet je, ik weet het allemaal niet. En dan, toen zei ze iets wat volgens mij 99% van alle mensen zeggen. Ja, ik geloof wel dat er iets is tussen hemel en aarde. Maar ja, wat dat dan is. Maar ik geloof wel dat er iets is. En ze vertelde een verhaal dat ze een keer in een auto zat. En eigenlijk afstevende op een heel zwaar ongeluk. En op het laatste moment voelde dat er aan haar stuur werd getrokken. En dat ze daarmee het ongeluk voor het grootste gedeelte kon ontwijken. En dan denk ik, ja, als je dit soort dingen meemaakt. En je dan nog kan zeggen, ja, er is wel iets tussen hemel en aarde, maar wat dat dan is, ik weet het niet. Als je dit soort wonderen van dichtbij meemaakt, dan bid ik jou alleen maar toe dat je ogen open gaan en dat je gaat zien wie dit voor jou regelt, wie dit voor jou in handen heeft. Bij heel veel mensen bestaat er een hele sterke intuïtie op dit punt. En bij jou misschien ook wel. Dat de hele wereld een toeval is, een ontploffingje. En dat wij voortkomen uit bacterietjes. Sorry jongens, ik kan daar niet in mee. Als ik kijk naar een pasgeboren babytje en alles wat erop en aan zit, dan zeg ik, dit is voor mij het teken dat er een schepper is. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk en zie hoe zij van 0 tot 18 nu, hoe dat gegaan is en die ontwikkelingen, zeg ik, ja, prachtig. Maar dit is wel, hier zit wel Gods hand in en Gods leiding in. Dit kan niet een ding van toeval zijn of van explosie of wat dan ook. Hey, er is meer tussen hemel en aarde, ja. En als je dat gelooft, ga dit boek lezen. Ga dit boek lezen en laat je uitdagen. Er is meer tussen hemel en aarde. En God, Jezus, wil je laten zien dat Hij dat is. En dat Hij met je wil zijn alle dagen van je leven. Totdat je het eeuwige leven gaat betreden. En dan kom ik weer bij die rode loper. Weet je, die rode loper, die ligt er namelijk niet voor Jezus. Die ligt er voor jou, en die ligt er voor jou, en die ligt er voor u thuis en voor jou thuis. Die rode loper, die ligt daar. Vanaf de geboorte dat je er bent, ligt die rode loper al. Jezus bloed heeft al voor jou gevloeid. Jezus heeft hem daar voor jou neergelegd. Jezus heeft zich geofferd en heeft zich voor jou gegeven. De rode loper, die ligt er. En het is een bloedrode loper. De lijdensweg van Jezus, laat die zien. En jij mag als een koningskind over die lijdensweg van Jezus lopen. Dat aannemen op weg naar je eeuwige redding. Naar het eeuwige leven. Naar een opstanding na de dood. Ondanks je omstandigheden. Jij, u en ik, wij mogen er overheen. Jezus heeft de weg naar God gebaand. Je hoeft er niets voor te doen. Je hoeft niet bang te zijn dat God je nog een keer te grazen neemt. Je hoeft niet bang te zijn dat God je nog een keer gaat confronteren met al je zonden en je daarvoor boete gaat laten doen. Dat je daarvoor iets moet afrekenen. God zegt alleen, Jezus zegt alleen, geloof in mij. Geloof in mij en je zult eeuwig leven hebben. Jezus heeft namelijk al die schuld en schande al op zich genomen. Toen hij daar hing aan het kruis. En daarom is de uitnodiging van God ook.
kom maar bij mij. Loop maar over die rode loper naar mij toe. Laat je ballast achter, leg dat maar neer, want dat is niet meer nodig. Wees niet bang. Geloof maar wat mijn zoon Jezus zei over de opstanding en het leven. En hij zei, ik ben de opstanding en het leven. En je mag dus over die rode loper naar God toe, omdat hij eerst naar jou toe kwam. Hij heeft de weg gebaand. Vervolg je weg in zijn leven en jouw toekomst ligt voor altijd open en gered. Amen. Amen. Weet je, deze week was een week van uiterste voor mij. Ik heb dinsdag... Oh nee, maandag was het, sorry. Was ik ergens op een uitnodiging. Bij mensen thuis. Bij mensen op het bedrijf, moet ik zeggen. En ik mocht daar iets vertellen over... ook over een stukje over het Koninkrijk van God. Maar vooral ook over werk. En ik kreeg daar een ontzettende zegening mee. En ik voelde me hier. En ik denk, yes, ik ben een koningskind. Ik ben een koningskind. Wat een zegen van God. En vrijdag moest ik iets doen. Was ik in een situatie waarbij het huilen me nader stond dan het lachen. En ik ervoer diepe pijn in mijn hart. En letterlijk moest ik vechten tegen mijn tranen. En ik voelde me geen koningskind. Ik voelde me niet goed. Het voelde niet goed. En ik reed naar huis en ik zat thuis en ik moest weer naar een andere meeting in. En het liet me niet los. En een aantal uur daarna kreeg ik ineens heel goed nieuws over die situatie. En ik dacht, ik voelde me geen koningskind. En zelfs op de momenten dat ik denk, en nu is het te laat. En nu is er geen hoop meer en nu is er geen redding meer. Liet God zien dat hij alles in zijn hand heeft. En dat hij ook die situatie weer kon omdraaien. En ik ben God zo dankbaar daarvoor. En ik voelde me dus weer ineens dat koningskind. En ik wil het niet loslaten. En ik wil ook tegen mezelf spreken. Ik wil afleggen de momenten van twijfel. Ik wil afleggen de momenten waarin ik denk, oh, nu gaat het niet goed. Nee, weet je, ondanks mijn omstandigheden, ondanks waar ik in ben, het gaat goed. Dat is wat ik ga profiteren. En dat is wat ik wil profiteren. En ik hoop dat het dus ook is wat u thuis gaat doen en gaat zeggen. Het gaat goed. En ik wil je uitnodigen, als jij Jezus nog niet kent, als je God nog niet kent op de manier zoals wij dat net, of als ik hier over hem spreek. Als je nog nooit een ontmoeting hebt gehad met Jezus, nog nooit een ontmoeting hebt met God, als je nog nooit hebt erkend van oké, weet je, er is meer tussen hemel en aarde, laat ik dat maar bevestigen, laat ik dat maar uitschreeuwen, laat ik dat maar roepen dat u dat bent. Dan wil ik je uitdagen om dat nu met mij samen te doen. En dan wil ik je ook uitdagen om het filmpje wat hier in het begin is getoond, om dat straks nog even, het staat gewoon op YouTube, is toegankelijk voor iedereen. Ik denk dat het zoveel mogelijk gedeeld mag en moet worden. Dat is de weg naar Jezus toe. Ga bidden. En voor nu wil ik samen met je bidden. En met de mensen die hier zijn, gaan we samen bidden. Als jij je leven aan Jezus wil geven, als jij een keuze wil maken, om te zeggen, weet je, ja, er is zonde, maar ik wil me daar niet meer laten tegenhouden. Ik wil zien naar de opstanding, ik wil zien naar het eeuwig leven, dan is dit je kans en je moment. En dat is iets tussen jou en God. We sluiten onze ogen en we gaan bidden. En als je hier bent, bid maar met me mee. En thuis ook, bid maar met me mee. Het belangrijkste en mooiste en ook wel simpelste gebed dat je kan doen. Maar wel een gebed met heel veel impact. Lieve Vader in de hemel, op dit moment erken ik u. Op dit moment keer ik mij af van alle zonden in mijn leven, van alle verkeerde beslissingen in mijn leven, van alle momenten waarop ik het alleen heb geprobeerd. En op dit moment keer ik mij om naar u, letterlijk en figuurlijk, en erken ik u als Heer, als Heer van mijn leven. En ik spreek uit dat ik geloof dat u voor mij de weg en de waarheid bent en het leven bent. U bent de opstanding en het leven, Heer. Dus waar ik ook in zit, waar ik ook doorheen ga, uiteindelijk, Heer, komt het goed
en kom ik bij u. In Jezus' naam. Amen. Amen.